Groenteboer en Ajaxiet Edward Kors uit Heemstede heeft maar één grote wens. Woensdag samen met zijn zoon naar Ajax tegen Tottenham Hotspur. Ja, we willen heel graag. We zijn er al weken mee bezig om kijken om kaarten te krijgen via Marktplaats. Maar de kaarten zijn zo onwijs duur. Dus heeft de zoon van Edward een mooie ruil bedacht. Die kwam met het idee van, wat dacht je ervan als we nou de klanten een half jaar gratis fruit geven en groenten in ruil voor twee kaarten. Groente en fruit, want daar staat alleen maar fruit, hè? Ja, het maakt me niet uit. Als we maar twee kaartjes krijgen. Ja, als het gaat lukken is het natuurlijk waanzinnig leuk voor hun beiden. Ja, ik gun het ze van harte. Ja. Gaat wel wat ver, hè, met die kaarsjes ook in de winkel? Ja, maar dat doen we altijd met een gebeurtenis. Als er iets is of iemand heeft een steuntje in de rug nodig, dan branden we altijd een kaarsje. Nu even een steuntje voor jullie zelf? Voor mijn man en mijn zoon, ja. Ik heb niet zoveel met voetbal. Nee. Nou, mevrouw, wat hoor ik nou? U gaat naar Ajax morgen? Woensdag? Ik ga woensdag naar Ajax, ja. U weet dat de groenteboer ook wil? Ja, maar hij krijgt mijn kaartjes niet. U kunt een half jaar gratis fruit winnen, hè? Ja, maar ik eet toch wel fruit. Dus we gaan dat niet doen. Ik gun ze wel aan hem, het is een hele aardige groenteman. Zo'n mevrouw die dan net binnenloopt en die zegt, ja, ik heb er twee, maar ik ga lekker zelf. Word je daar niet ongelooflijk ziek van? Ja, ja, dat zijn geen leuke dingen, maar goed. Ja, ook dat gebeurt. Het wordt spannend. Gaan Edward en zijn zoon erbij zijn woensdag of moeten ze toch vanaf de bank gaan kijken? Dus mensen, heeft u nog kaarten liggen op uw bureau of wat dan ook en u weet niet wat u ermee moet? Wij willen dolgraag, dus ik kom ze desnoods halen. Het maakt me niet uit.